Het is vandaag woensdag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben me eventjes aan het klaarmaken. En dan ga ik de weekvlog van vorige week eventjes bewerken en erop zetten. En daarna rijd ik naar mijn vader. Want vandaag wordt door de IKEA mijn nieuwe kledingkasten bezorgd. Waar ik echt heel erg veel zin in heb. Ik wil eventjes een foto laten zien van hoe die uiteindelijk is geworden. Hoe ik hem heb besteld. Dit is hoe die is geworden. Ik heb hier dus een kast van 50 centimeter met lades en planken. Dan een kast van een meter met zo'n roede en ook weer lades. En dan nog een kast van een meter met twee van die roedes. Want ik wist het gewoon eventjes niet zo goed. En ik zag deze combinatie voorbij komen op TikTok. En dat vond ik echt heel erg mooi uitzien. En zoiets had ik ook in mijn oude kast. Dus ik dacht, dan doe ik dit gewoon. Dan kan ik lekker veel dingen ophangen. Dat vind ik toch even wat mooier oog of zo. Dus die wordt vandaag bezorgd. Eerst stond er dat die tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds zou komen. Gelukkig hebben ze dat aangepast. Hij komt nu tussen 2:30 en 4:30. Daarna ga ik lekker met Rowan eventjes gezellig wat eten. En daarna heb ik met EMD mijn pick afgesproken om een beetje voor te bereiden. Want we gaan namelijk een Halloween feestje geven. Echt superleuk. Een bierpongtoernooi. Dus daar gaan we eventjes wat dingen voor bestellen. Versiering en zo. Dus gezellig dagje. Maar ik ga nu eerst eventjes mijn make-up afmaken. Ik heb me eventjes omgekleed. Ik heb deze trui. Die had ik dus tijdens het opruimen weer gevonden. Van de Zara. Die had ik dus vorig jaar gekocht. Dus die heb ik eventjes lekker aangetrokken. Ik ga nu naar mijn vader toe en dan daar wachten op de IKEA-kast. En ondertussen ga ik even alle badpakken en zo van Viool helemaal uitzoeken en opruimen. Dus let's go. Ik ben bij mijn vader thuis. Ik had er even wat spullen meegenomen vanaf mijn eigen huis. En ik was een zondag eventjes met Standaard de Stad. En daar had ik dus dit bijzettafeltje gekocht van Sissy Boy. Ik vind hem echt zo leuk. Ik had hem dus gezien bij Madelief. Ze heeft hem dus in haar huis. En ik dacht, dit is wel heel erg leuk bij dat nieuwe poefje die ik heb. Om in mijn kamer neer te zetten. En ik had ook bij de Sissy Boy deze boekenhouder gekocht. Want ik heb namelijk op Vinted het Gunnyboek besteld. Ik zag die bij iemand voorbij komen op TikTok. En ik wist al dat dit boek bestond. Maar ik wilde hem toen zo graag hebben toen ik hem bij haar zag. Maar overal uitverkocht. En toen ging ik dus op Vinted kijken. En toen verkocht ik dat dus. Ik heb hem daar gekocht. Ik ga hem even openmaken, want ik heb hem nog niet gezien. Ik hoop dat hij nog mooi is. Ik heb hem eindelijk uit de verpakking, maar kijk even hoe gaaf dit is. Kijk nou, en dan zo in die standaard. Ja, ik vond dit helemaal leuk. En voor de mensen die zich afvragen van waarom ga je nu allemaal spullen kopen voor in je kamer bij je vader. Ik dacht, dit zijn ook allemaal leuke dingetjes die eventueel weer mee kunnen als Stan en ik een huisje hebben gevonden. Dus dit is zeker niet voor tijdelijk, maar ik denk dat dit allemaal leuke dingetjes zijn die ook weer mee kunnen naar dat huis. Het is echt bloedheet met deze trui. Ik ga eventjes dit allemaal naar boven showen. Kijk, dit is trouwens de nieuwe kleur van de muur geworden. Jullie hadden het al een beetje in de vorige week nog kunnen zien. Maar echt heel erg blij mee. En als het goed is, zijn de IKEA-kasten dus ook deze kleur. Dus dat is helemaal leuk. En ik kon het niet laten om het boek alvast neer te zetten. Dit is toch helemaal leuk. De rest van de kast moet ik nog eventjes doen. Maar dat komt van de week wel. Het is vandaag vrijdag en woensdag was natuurlijk het laatste wat ik filmde, maar mijn camera viel opeens uit. Maar ik was natuurlijk bij mijn vader om te wachten op de IKEA-kast. Nou, hij kwam eindelijk, heel de dag daar gewacht. En toen maakte ze die vrachtwagen open en toen was die kast dus al kapot. Die hele hoek was dus al afgebroken. Dus ze konden kiezen of de kast aannemen en kijken of ik hem alsnog in elkaar kon zetten. Of de gehele bestelling in zich heel terugsturen. Toen zei ik van ja, sorry, maar deze kast is gewoon kapot, dus deze hoef ik niet. Dus die hebben ze weer meegenomen. Toen moest ik zelf de IKEA bellen om een nieuwe afspraak te maken voor een nieuwe kast. Dus nou, ik had dat gedaan. Is er dus blijkbaar ook iets fout gegaan. Dus dat hebben ze dus een afspraak ingepland om die kapotte kast opnieuw te leveren. Vond ik al een beetje gek, maar goed. Dus ik net de IKEA bellen. Vandaag was er niemand op kantoor die de order kon omboeken. Dus nu word ik als het goed is maandag teruggebeld. Voor het inplannen van de levering van de nieuwe hele goede kast. Dus het heeft allemaal even wat vertraging helaas. Ik ga natuurlijk overmorgen verhuizen. Dus eigenlijk wilde ik dan gewoon dat mijn kledingkast er was. Dat alles netjes kon opruimen. Want ik ben maandag vrij. Maar ja, dat heeft nu eventjes een beetje vertraging helaas. Maar ik ga alsnog gewoon zondag helemaal over. Dus ik ga weer verder vandaag met inpakken. Gisteren moest ik heel de dag werken. We hadden een nieuwe collectie binnengekregen. Super leuk. Lekker alles uitgepakt. Het was echt wel een gezellige dag. En we hebben dus binnenkort een dinner fashion show. Echt mega leuk. Dus daar zijn we ook helemaal druk mee bezig. Om dat te regelen en loterijprijzen in te pakken. En het wordt echt heel erg leuk. Dus
Dat was best wel een leuke dag gisteren. Wat ik wilde zeggen is, ik ga nu even mijn telades. Hier had ik namelijk nog wat kleding ingedaan waarvan ik dacht, oké, dit ga ik de komende tijd nog wel dragen. En mijn ondergoedla is echt bizar. Maar goed, die moet ik ook even uitzoeken. Dat ga ik nu doen, want overmorgen verhuis ik naar mijn vader. Dus zoveel spullen en dingen heb ik natuurlijk niet meer nodig de komende 2 dagen. Dus ik heb er even vuilzakken gepakt. Ik heb mijn nieuwe lievelingsserie Emily in Paris aangezet. Want ik had dit dus nog nooit gekeken. Ik heb altijd een beetje met series als mensen er helemaal hyped over zijn. En het al hebben afgekeken, dan wil ik het eigenlijk niet meer kijken. Want dan denk ik, ja, dan ben ik echt zo'n laatkomer. Maar ik zocht nog een leuke serie. Toen ben ik dit gaan kijken en ik vind het echt geweldig. Dus ondertussen dat ik dit ga inpakken, ga ik lekker Emily in Paris kijken. Het is vandaag zaterdag en dit is het weekend dat ik ga verhuizen. Ik heb nu eigenlijk echt alles ingepakt. Morgen hebben we een busje om alles over te brengen naar mijn vaders huis. Ik vertelde natuurlijk van de IKEA-kasten. Dat is ook opgelost. Die komen als het goed is morgen. Dus morgen gaat gewoon alles gebeuren. Sorry voor deze beetje chaotische vlog, maar het is ook een beetje chaos in mijn hoofd. Maar goed, ik heb nu echt allemaal zakken hier met kleren, verhuisdozen. Alles heb ik hierin zitten. Ik heb wat dingetjes die ik gewoon los in mijn auto ga doen. Zoals mijn Dyson. En ik heb daar een vaasje staan. Deze met van die droogbloemen. Maar ik ben bang dat als ik die in een doos doe, dat en die droogbloemen helemaal kapot zijn. En dat die doos helemaal onder zit. Dus ik ga die denk ik ook gewoon in mijn auto meenemen. Maar er kwam net een heel leuk pakketje binnen. Ik wist echt niet dat dit eraan zou komen. Maar toen zag ik wat erop stond. En dat is altijd leuk. Dus ik ben hier helemaal blij mee. Oeh. Dit vind ik heel leuk. Hun perspakketten zijn altijd zo leuk. Ze hebben dus van die lipolies. Vorige keer had ik daar dus ook een perspakket van gekregen. Met nieuwe geuren en kleuren. En nu blijkbaar hebben ze weer een nieuwe uitgebracht. Even kijken of ik dit open kan maken. Ik ga hem denk ik nog eventjes dicht laten. Met verhuizen en zo. Maar het is dus een rood kleurtje met een beetje glitters erin. Heel erg blij mee. Echt heel leuk. Ik kan deze doos gelijk eventjes gaan opruimen. En ik ben dus echt helemaal verslaafd aan Emily in Paris. Ik weet niet of ik dat al had gezegd gisteren of een andere dag. Maar ik ben dus vorig weekend begonnen met Emily in Paris kijken. En ik ga er echt met een rap tempo doorheen. Maar ik vind het ook gewoon lekker om het aan te zetten als ik lekker een beetje aan het opruimen ben. Zoals jullie kunnen zien, misschien heb ik ook nog niks aan mijn gezicht gedaan. Maar ik weet ook nog niet echt wat vanavond met die meiden de planning gaat zijn. Dus ik dacht, ik laat mijn make-up gewoon eventjes lekker voor wat is. En dan als we vanavond iets gaan doen, kan ik mijn make-up vanavond eventjes goed doen. En ik besef me nu dat ik mijn make-up heb ingepakt. Maar ik even niet weet in welke doos dat zit. Oh, dit is zo zonde. Maar goed, ik ben in principe helemaal ready om te verhuizen. Mijn vader en Stan gaan me morgen helpen. Echt super lief. Want in mijn eentje had ik het ook niet gekund. Zo'n groot bed heen en weer verhuizen en alles. Dus ja. Let echt even niet op hoe ik eruit zie, maar het is vanaf maandag. En gisteren hebben wij alles vanaf mijn kamer bij Dagmar verhuisd naar mijn kamer bij mijn vader. Het is echt super veel. Ik heb echt zoveel spullen, dus ik ben ook gelijk alles nu aan het uitzoeken. Maar gisteren heeft dus echt super lief mijn vader mijn nieuwe kast in elkaar gezet. En daar ben ik nu dus mee bezig met die in te ruimen. Kijk, er zit echt zoveel zooi hier.
heb vannacht ook nog bij Stan geslapen, want hier kon ik echt niet in slapen. Ik heb net bij de HEMA eventjes een nieuw matrasovertrek gehaald, dus die zit nu lekker in de was, zodat ik die zo meteen eromheen kan doen. En vandaag ga ik gewoon heel de dag verder met mijn spullen in mijn kledingkast doen, want als dat erin zit, is er echt al heel veel opgeruimd. Dan ga ik daar lekker dit kastje helemaal inrichten en helemaal blij met mijn kast en hoe alles is. Ik zie er echt niet uit, mijn haar is super vet, maar ik dacht, ik ga lekker vanavond pas douchen, want hier ga ik waarschijnlijk ook helemaal bezweet aan raken. Dus ja, het lijkt nu nog een beetje troep, maar er zit een soort van logica in. Ik ben zo goed als bijna klaar. Er staan beneden nog wel wat dozen. Maar dat ga ik denk ik lekker morgen na werk of woensdag even lekker doen. Zoveel last van mijn rug. Het is nu 5:30. Ik was volgens mij rond 9:30 of zo begonnen. Maar goed, ik zal eventjes een beetje wat laten zien. Hier staan nog eventjes allemaal vuilniszakken. Die komen binnenkort op Vinted. En dit is nu mijn kast. Nog niet alle lades heb ik heel erg netjes gedaan. Deze bijvoorbeeld wel. Hier heb ik allemaal broeken in neergelegd. Maar hier heb ik al mijn topjes gewoon nog ingeflikkerd. Dus dat moet ik nog eventjes doen. En ik wilde ook nog eventjes een beetje op kleur gaan hangen en zo. Maar voor nu vind ik het wel even prima. En dan heb ik hier nog dit kastje. Maar ik wil eigenlijk voor deze vier nog even van die bakken bestellen. Dat alles wat er nu staat, dat ik dat daarin kan doen. Dat het gewoon even iets netter eruit ziet. En mijn beddengoed zit nog in de was. Dus dat, of nou ja, die hangt nu te droog aan de waslijn. Dus die moet ik nog even op wachten. Dan kan die er omheen. Er is het daar nog een beetje kaal, daar nog een beetje kaal. En hier zijn nog wat dozen. Maar eigenlijk wil ik dus alles wat daarin zit in die vier bakken gaan doen. Dus ik moet eventjes van die bakken gaan bestellen. En gaan kijken. Ik ga nu eventjes, er staan beneden nog een paar dingen die ik eventjes in de container wil gooien. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik even lekker douchen. En ik heb net boodschappen gedaan om vanavond voor mijn vader en mij, ik weet niet of mijn broertje ook thuis eet eigenlijk, om chorizo pasta te maken. Keer en ik maken dat best wel vaak, of nou vaak, hebben we een paar keer gemaakt samen. En dat is zo lekker, dus dat ga ik vanavond voor ons maken. Gooise vrouwen kijken, want je hebt nu dus zo'n soort van samenvatting, aflevering van de afgelopen seizoenen voordat volgende week het nieuwe seizoen komt. Dus die ga ik denk ik ook even lekker kijken. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar gewassen. Even een klein make-upje opgedaan, want anders voel ik me echt helemaal zwerver. Even lekker mijn joggingspak aangedaan. Ik ga nu lekker Gooise vrouwen kijken. En ondertussen eventjes die twee lades helemaal netjes maken waar ik gewoon die kleding zo in had gegooid. En ik ga dus deze dingetjes in al die gaatjes doen. Dat is dus nieuw bij de IKEA. Mijn pakskast heb je al deze gaatjes zeg maar, aan de zijkant. Maar je hebt nu dus van die dingetjes die je er dus in kan drukken, zodat het mooier is afgewerkt. Het ziet er gewoon een stuk strakker uit. Dus dat ga ik ook eventjes overal doen. En dat is echt een werkje. Dus ik ben wel even lekker bezig. En ik ga dus deze la even netjes maken. En deze onderste la. Want deze is ook al helemaal netjes. En deze is ook al. Ik ben echt helemaal blij met mijn nieuwe kast. Oké, ja, ik ga beginnen. We'll be right back.
Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik ga me klaarmaken voor werk. Ik moet vandaag weer lekker werken. Ik heb er echt wel zin in. Ik heb eigenlijk altijd zin om bij Mas te werken. En ik ga eventjes mijn make-up doen. Mijn vader en mijn broertje die zijn dus tot en met donderdagochtend naar Italië. Dus ik ben hier nu lekker alleen. Gisteren heb ik natuurlijk mijn kamer een beetje afgemaakt. Het is nog niet helemaal af, want er staan nog een paar dozen. Maar ik heb hier namelijk een kast staan. En daar wil ik eigenlijk even van die vakken, van die dozen voor halen die ik erin kan zetten. Zodat ik er ook nog allemaal zooi in kan doen voor opruimen. Niet echt goed verhaal dicht, maar ik heb gewoon nog eventjes een paar dozen nodig waar ik spullen in kan doen. Zodat ik de rest van mijn kamer op kan ruimen, zeg maar. Er staan nog wat vuilniszakken met kleding, maar die worden als het goed is volgende week woensdag opgehaald. Dus die staan hier wel nog heel eventjes, maar goed. Ze worden wel opgehaald. En dan ga ik zo lekker werken. Het is nu 8:55. Ik moet een beetje opschieten. En volgens mij zit er ook een beetje fila. Oké, nou, ik ga even opschieten en me klaarmaken voor werk. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb deze sieraden van Le Veron. Die verkopen we dus ook in de winkel. Echt superleuk. Dus een trui van de H&M. Lekker truitje. En ik heb deze grijze pantalon aan van Studio Amaya. Er hoort eigenlijk een blazer bij. Maar deze trui is best wel groot. Dus vind ik het niet heel leuk om er een blazer over te doen. En lekker mijn uks aan. En dan ga ik lekker werken. Het is ondertussen alweer de volgende dag. En ik ben een weekvlog aan het werken. En ik zag dat ik nog geen einde had gefilmd. En dat deze weekvlog ook best wel chaotisch is. Sorry, maar het was ook echt oprecht een chaotische week. In mijn hoofd en alles. Maar ik ben nu helemaal over. Het chaotische is weg. Mijn kamer is helemaal klaar. Dat zal ik allemaal in de volgende weekvlog laten zien. Hoe het uiteindelijk allemaal is geworden. Sorry trouwens als je de wasmachine op de achtergrond hoort. Maar die heb ik eventjes aangezet. Ik ben ook alles over het verhuizen aan het vastleggen op TikTok. Dus volg me ook zeker daar eventjes op. Want daar plaats ik ook allemaal verhuisvlogjes. Voor als jullie dat leuk vinden. En voor nu was dit dan deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem een beetje leuk vonden. Ook al was hij echt mega chaotisch. En zie ik jullie volgende week weer.